En lig je 's ochtends om 7 uur heerlijk in je hotelbed. En dan merk je dat dit land sterk katholiek is. En dat je geen wekker nodig hebt. Ook dit hoort tot de dagelijkse rituelen van een lange afstandswandelaar. In elk geval als het mooi weer is. Stevig insmeren met een factor 50 om te voorkomen dat de zon de huid beschadigt. We gaan Wassenberg verlaten, Hotel Alt Wassenberg. De bedden opmaken, dat laten wij aan anderen over. En wij gaan richting Dremmen, eens kijken wat die stad ons, nou het dorp Dremmen ons te bieden heeft. Korte etappes vanaf vandaag, allemaal zo'n 15 kilometer. We lopen door Orsbeck. We schampen het dorp, lopen er niet dwars doorheen. De Roer, niet te verwarren met de Roer met U-H-R, maar dit is echt de Roer O-E-R van Roermond. En nou, we lopen langs een landweggetje door een inmiddels typerend landschap, kan ik wel zeggen. Nee, ik vind het prachtig op die vergezichten. Ik begrijp niet dat mensen het zijn hier kunnen vinden. De afwisseling in vegetatie, boompartijen. En alles. Ik ben heel tevreden over het weer. Ja? Ja? Goed, ik vind het wat heet. Hè? Maar god, ik denk, we kunnen niet alles hebben. Dan toch maar liever een beetje te heet dan de hele dag in de regen lopen. Je zou zeggen, wat filmt hij nou? Dat is een kleine windhoos in het hooiland. En die circuleert de hele tijd op die plek. Blijft rondwabberen. Het lijkt erop dat de Roer getemd moest worden. Want we hebben al eerder gemerkt dat er een stuw was. En dan krijg je een stuk heel rustig vlak. En dan vervolgens, moeten we even langs deze bomen heen, krijg je de volgende stuw. En hij loopt ook behoorlijk recht. Alsof dit toch een soort kanaliseringsoperatie geweest is. Maar goed, voor ons is het mooi. Dit punt mondt de Worm, dat is het beetje op de achtergrond, uit in de Roer. Wij volgen nu nog de Roer en de rest van de tocht zullen vooral de Worm volgen. De rivier die ons tot in Aken zo'n beetje zal begeleiden. Wilma, ik ga je wat vragen. Je had net een interessant betoog over verschillende manieren van wandelen die er zijn. Nou, dat je op een gegeven moment een beetje in de trance kunt wandelen. Wat voor meer om de beweging gaat. In je benen, he, van links, rechts. En dat je intussen zo je gedachten van laat gaan. Maar goed, dat je ook heel erg op je omgeving gericht kunt zijn. En elke 2 seconden stilstaan kunt staan. Zijn er wandelaars die dat doen? Ja, zo. Kleine afzwaaier van de route en we lopen door het uiterst sfeervolle gebied
van Heinsberg. Onze boodschappen hebben we binnen. Dankzij de Lidl. We hebben Heinsberg, een gezellige stad, maar nu is verlaten. We zijn op weg naar een klein dorpje, Dremmen genaamd. Alwaar Hotel Hansen ons zou horen te verwelkomen. Althans, als ze afgaan op de mail van 26 mei, vlak voor vertrokken. Waarin ze zeiden dat onze reservering gehonoreerd was. Nou, deze duif heeft het geheel gehad. Dan bedoelen we die. Ook dit bij de E8. We zijn op weg naar Oberbroeg. Het lijkt nog idyllisch. Maar het industriegebied zit eraan te komen. Het lijkt hier trouwens nog heel aardig. Maar achter die bomen, wat zien we daar, wat horen we daar ook? Industrie. Oberbroeg, veel industrie, maar geen enkele rastbank om te lunchen. Eindelijk bij de kerk hadden we ze. Maar zoals ieder weldenkend mens kan zien, in de brandende zon. Dus zit er op zo'n moment weinig anders op dan in het zachte groene gras je eigen picknickplek te creëren. Dat hebben we dan ook vol overtuiging gedaan. Met een merkwaardig sociologisch bijeffect, want zo af en toe lopen er wel eens mensen over dit straatje heen. Die kijken stug de andere kant uit. Dus ik begin te vermoeden dat dit zo'n beetje de bejegening is die je ondervindt als je als een zwerver wordt aangezien. Terwijl we voor de verandering toch geen flessen bier bij ons hadden staan. We lopen door Dremmen. Verblijf in het hotel is prima geregeld. Eigenlijk een heel gezellig, prettig hotel. Hij staat links van de omgekeerde driehoek. En helemaal in top de Duitse vlag. En een soort rozet, dat hebben ze allemaal. Hè? Maar die boom daar bovenin, dat heb ik nog niet eerder gezien. Nee. Goed. Dat staat dus op de dorpsplaats. Ja, volgens het boekje hadden we hier een kerk in klassicistische stijl moeten aantreffen. Maar het komt toch wel heel erg gotisch over allemaal. Ik ben benieuwd of we nog een keer de andere kant ervan te zien krijgen. Dit voldoet meer aan het beeld van een klassicistische kerk. De kerk is de toren in oude staat gebleven, maar dit is duidelijk geen gotiek of romaans meer. Dat is een andere stijl. En in de steigers